Welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn dit jaar. Ik ben Heidi en samen met Bianca en Davy bieden wij u vandaag het jaarlijks videooverzicht aan. We starten met de voorstelling van het nieuwe hoofdkantoor van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Vlakbij het centrum wordt vandaag het nieuwe hoofdkantoor van de lokale politie aan pers en genodigden voorgesteld. Het nieuwe complex zal een optimale werking voor de politie ten goede komen en staat voor een goede dienstverlening aan de burger. Waar vroeger de 130 personeelsleden over meerdere locaties verspreid waren, wordt dit een grote vooruitgang voor de werking. Dat maakt een groot verschil met vroeger. Wel, het verschil is dat het gebouw veel groter is, dat het functioneel ook veel beter is georganiseerd, dat de werkomstandigheden voor onze personeelsmedewerkers ook veel efficiënter is. En als je dat kan combineren, is dat ook de garantie dat onze burgers een betere dienstverlening krijgen. Het is heel belangrijk dat mensen goed onthaald worden, dat ze de nodige privacy hebben. Dat is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Tijdens de rondgang wordt duidelijk dat dit gebouw voldoet aan de hedendaagse noden. Hier zitten vooral mensen die administratief werk doen, maar ook onze sectie verkeer zit hier. Links zie je het gerechtelijk secretariaat, dus daar worden de PV's en de kansschriften verwerkt. En daar zit ook de persoon van het lokaal informatiekruispunt. Het commissariaat biedt heel wat meer ruimte dan de vroegere kantoren. Nu is er voldoende plaats voor meer cellen, verhoorlokalen, een lokaal voor audiovisueel verhoor, een overleglokaal en een polyvalente ruimte. Ook is heel wat geavanceerde technologie voorzien om de veiligheid van iedereen te garanderen. Als korpschef moet je er gelukkig van worden. Je zou voor minder gelukkig zijn. Het feit dat we vandaag een functioneel politiegebouw in gebruik kunnen nemen, functioneel in de zin dat het te behoeven is van onze bevolking hier in de regio, dat is toch altijd wel iets zeer prettig om mee te maken. En wat is het grootste verschil met vroeger? Het grootste verschil met vroeger is één, de ruimte die we ter beschikking hebben. Vroeger zaten we met te veel mensen op de kleine ruimte. We hebben nu iets meer ruimte om te kunnen werken. Maar dat betekent ook dat je een aantal functionele aspecten ermee kunt inbrengen. Dus ik denk dat wij er als medewerkers bij winnen, maar dat tegelijkertijd onze bevolking erbij wint, net door het feit dat het een stuk aangepast is. De plannen voor de nieuwe centrale kinderopvang en het kampgebouw op de Galbergen liggen klaar. Wij bezoeken de twee bouwprojecten. Het gemeentebestuur presenteert vandaag de plannen voor de nieuwe centrale kinderopvang en het kampgebouw op de Galbergen. De nieuwe buitenschoolse kinderopvang is dringend nodig. De gebouwen aan de Molderdijk zijn veel te klein geworden. Op de Sitte Galbergen wordt een bestaande laagbouw gerenoveerd en komt een nieuw gedeelte naast de nieuwe gebouwen van Saigo Sterrenbos. Tot aan die draadafsluiting ongeveer iets verder gaat dan die buitenspeelruimte komen. Ik denk dat de inkom zich ongeveer hier aan het bosje gaat situeren. Met overdekte luifel, met de binnenkomen. Deze groenzone hier, die blijft eigenlijk bewaard. De omgeving speelt hier een rol. Waarom dat we die keuze gemaakt hebben om naar de Galbergen te trekken. Maar we kunnen hier natuurlijk ook wel het kostenplaatje beperken. Want door het samengebruiken van de school Saigo Sterrenbos hebben we natuurlijk heel wat euro's kunnen besparen. En dat is ook wel heel erg belangrijk. De nieuwe kinderopvang biedt plaats aan 60 kinderen. Kort na de Tweede Wereldoorlog stond er reeds, of het eerste gebouw dat gebouwd werd door de speelpleinen, was eigenlijk een houten gebouw dat eigenlijk de oorspronkelijke vorm had van een soort zadeldak, een soort tentvorm. En die is ook in de nieuwe versie behouden gebleven. In de jaren 50 is dat gebouw herbouwd geweest en heeft eigenlijk dezelfde vorm overgehouden. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk hetzelfde gebouw gebleven. Het kamphuis was zeker aan vernieuwing toe. Het werd al een heel aantal jaren niet meer gebruikt als kampfunctie. En we hebben toch altijd de bedoeling gehad om dit kampgebouw in ere te herstellen. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor de speelpleinwerking Galbergen zelf. Zij gaan gebruik maken van het gebouw, onder andere voor de monitorencursussen. Het is een VZW die al heel lang heel veel kinderen in Mol opvangt tijdens de paasvakantie en de grote vakantie. En op die manier kunnen we hun werking toch mee ondersteunen. Ja. Waar dat je de inkomst langs de speelpleinstraat, we gaan eventjes onder de luifel door nu.
De inkom van het gebouw zelf, rechts is dan de zaal. Hier is de inkom. Draaien we terug. En dan gaan we terug naar de voorzijde met de vluchttrap die daar zit van het hoofdgebouw. Gaan we naar rechts, waar dat vroeger de fiets, of nu nog altijd de fietsenstalling is, aan de overdekte ruimte, wordt nu dichtgebouwd. Een zicht in de bestaande grote hal, de keuken. De berging, de tweede berging aan de keuken, met de berging voor de vuilbakken. En dan de tweede vluchttrap aan de achterzijde. En dan de verdieping met waar je de kamers ziet met de daklichten. En terug naar de vorige zijde. Voilà, dat was het. Mogen we spreken van een win-win situatie? Absoluut. Ik denk dat we hier maximaal geprobeerd hebben van een synergie te creëren. De school maakt een stukje gebruik van de kinderopvang. Kinderopvang maakt gebruik van de school. De gebouwen tijdens de uren van de kinderopvang van de school kunnen dan gebruikt worden. Dus dat zijn allemaal zaken waar we een win-win hebben. Ook wat betreft de Galbergen speelpleinwerking. Het gebouw zal buiten de werking van de speelpleinen en de opleiding voor monitor kunnen gebruikt worden voor kampen, voor bosklassen, noem maar op. Op vrijdag 30 maart werd de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool officieel geopend. Komen jullie ook naar onze opening van onze school? Want ik ben trots op de nieuwe school. Ik ook. Kom je mee? Na de uitnodiging van Tijmen en Nel en de hartelijke verwelkoming door de directrice, stelt ieder lid van de schoolraad zich voor. Een prachtige nieuwe refter, heel wat mooie nieuwe klaslokalen, die hele nette wc'tjes, het is ooit anders geweest, een prachtig overdekte ruimte. Gert heeft vorig jaar de directeursfunctie waargenomen. Gert, je hebt heel veel gedaan voor die nieuwbouw. Het heeft je volgens mij bloed, zweet, maar geen tranen. Daar ben je een te sterke madame voor gekost. Maar ook jouw inzet, denk ik, dat hiervan ongelooflijk belang geweest is. Dus heel erg bedankt daarvoor. Wil ik eventjes Hans Schoofs nog naar voren vragen? Hij gaat ook nog eventjes een woordje uitleg komen geven over onze nieuwbouw. Geen woord noemen in kindertermen, de Bob de Bouwers. Heel, heel hartelijk dank voor jullie inzet en het resultaat mag er zijn. Proficiat en geniet van deze school. Dan zou ik willen overgaan naar het officiële gedeelte. En ik zou graag onze burgemeester naar voren roepen. Dan zou ik ook graag Gert bij mij hebben. Ja, één, dat is gezegd. 3, 2. Oké, applaus aan. We presenteren onze nieuwe dunne t-shirten. En onze lieve fluo-vesten. De fluo-vestjes worden gesponsord door Jan Hooibergs. Ook Monique, de poetsvrouw, wordt uitdrukkelijk bedankt om toch alles netjes te houden tijdens de bouwwerken. Om hier alles proper en netjes en orde te houden. Het leraarkorps, dat in hinderlijke omstandigheden toch is blijven lesgeven, krijgt ook een dikke merci van de directrice. En om schoon te zeggen en samen deze receptie te openen. Nieuw logo, was het moeilijk? Nee, het was een heel leuk gegeven. Een logo voor een schooltje maken. Zeker het schooltje waar mijn eigen zoon dit jaar afstudeert. Dat is superleuk om te doen. Ik vond het een heel leuk gegeven. De bedoeling was om een heel simpel, minimalistisch logo te maken. Niet te veel tralala. Dat overal duidelijk zichtbaar zou zijn. En ik denk wel dat we dat bereikt hebben. Een logo dat ook een beetje tijdloos is. Dat we logo nog jaren kunnen gebruiken. Hoeveel keer heb je het moeten overdoen? Oh, ik heb heel veel verschillende logo's gemaakt. Ik heb er ook verschillende voorgesteld aan school. En uiteindelijk hebben de leerkrachten, het hele team, die hebben gestemd. En dit is er uiteindelijk uitgekomen. Een volledige bestaande school gerestaureerd. En een nieuwbouw daaraan gekoppeld. Die nu helemaal klaar is.
En het resultaat mag er zijn, denk ik. En door die recuperatie van die oudere gebouwen de prijs zodanig gehouden dat het haalbaar blijft? Ja, laat ons zeggen dat we ook hier kunnen beroep doen op subsidies van Aegion, van de Vlaamse overheid dus, voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen. We hebben daar zelf als gemeentebestuur een kleine 900.000 euro bovenop gelegd. Dus dat maakt dat het totale plaatje om en bij de 2,5 miljoen euro is. Wat denk ik zeer goed besteed geld is, gezien hier de lokale gemeenschap toch wel enorm veel gebruik maakt. Automatisch de kinderen van die school, maar het is ook een stuk een ontmoetingsplek geworden, hè, een school. Dus ik denk er vast aan dat dit voor de toekomst een heel goede investering is. Wat zijn uw volgende projecten? Want het geld zal ver op zijn, denk ik. Wow, laat ons zeggen dat we alles goed gedoseerd hebben en dat we goed onze vinger op de knip houden. We kunnen er niet omheen dat investeren in onderwijs noodzakelijk is. En dat wij de afgelopen 15, 20 jaar een grote inhaalbeweging hebben moeten doen in het gemeentelijk onderwijs. Denk maar aan Molrouw, Mol Ezaert, Gompel en Ginderbuiten. Dus Saigo is ook nog maar net afgerond. Dus nu nog wat investeren in kinderopvang. En dan denk ik dat eigenlijk ons patrimonium quasi up-to-date is. Maar we stellen vast dat natuurlijk onze bevolking groeit en dat we ook voor de toekomst nieuwe dossiers zullen moeten opmaken. Nog maar eens een school die gerenoveerd wordt. En voor een deel nieuw gebouwd, inderdaad. We hebben er al verschillende kunnen openen deze legislatuur. We zijn begonnen in Ezaert, de sporthal van Molrouw. We hebben al in Ginderbuiten gestaan, op de Gaalbergen bij Saigo. En nu hier in Gompel, inderdaad, heel wat verwezenlijkt. En dan op onderwijsvlak ook nog veel veranderingen. Het M-decreet en van de laatste weken nog wat veranderingen. Ja, er komt heel wat op ons af. We hebben ook een aanmeldingssysteem gerealiseerd in Mol, zodat ouders niet moeten kamperen voor schoolpoorten, maar in het Zilvermeer, zoals we hier zeggen. En dat het inschrijven heel vlot verloopt. Inderdaad, we hebben ook een school voor buitengewoon onderwijs, waar heel wat uitdagingen op ons zijn afgekomen. Maar ik denk dat er heel goed mee omgegaan wordt. En nu ook nog het decreet op het deeltijds kunstonderwijs zorgt voor de nodige kopzorgen. Want we kunnen nu wel heel wat mooie dingen doen, maar we krijgen daar geen centen voor extra uit Brussel. Dus we gaan moeten nagaan of we dat hier zelf allemaal gefinancierd krijgen. Dus de volgende weken zijn zeker en vast nog spannend op onderwijsvlak in Mol. Ja, een nieuw logo, maar het klinkt nog altijd hetzelfde. Ja, dat klopt. We hebben ervoor gekozen om de naam te behouden. In het verleden waren er eigenlijk altijd moeilijkheden met de schrijfwijze. Qua briefwisseling en mails, post, daar bleken regelmatig foutjes in te zijn. Dus hebben we gekozen voor dezelfde naam, maar met een eenvoudiger schrijfwijze. En tevreden dat de werken bijna ten einde zijn? Ja, absoluut. Ik denk dat de rust stiltjes aan het terugkeren is. Mijn team heeft heel hard hun best gedaan. Ze hebben hier elke dag gestaan, vol goede moed. Het is niet al te simpel geweest, maar juf Gert en ik hebben de nieuwbouw stevast opgevolgd. En we zijn heel trots dat het eindelijk ten einde gaat lopen. Ja. Een nieuwe school bijna en een nieuwe directrice ook. Inderdaad, ik ben nog maar van september gestart. Dus voor mij is het allemaal nog een beetje zoeken en nieuw. Dus eigenlijk bij het pedagogische kwam dan ook nog eens de opvolging van de nieuwbouw. Maar ik heb heel veel steun gehad aan de collega's. Juf Gert heeft dit vorig jaar allemaal opgevolgd. Dus aan haar heb ik ook heel veel gehad. Dat is wel leuk natuurlijk. Van harte proficiat. Dank je wel. De gebroeders Huismans produceerden reeds in 1900 de eerste fietsen in Mol. In 1971 stopt het mooiste Bristol-verhaal. Dan mogen wij nu onze eerste spreker aankondigen en dat is niemand minder dan de burgemeester van Mol, de heer Paul Rottier. Vorig jaar, het was ongeveer dezelfde tijd, hadden we in Mol ook een groot evenement toen Tom Bonen zijn laatste wedstrijd op Belgisch grondgebied reed en heel uitzonderlijk de Scheldeprijs in Mol vertrok. Wel, bij dat evenement was er heel veel media-aandacht, maar ik moet zeggen, als ik het zo bekijk, dat het project dat nu wordt voorgesteld daar niet moet voor onderdoen. Heel veel plezier toegewenst voor jullie en voor jullie allemaal van harte gefeliciteerd.
toen ik 12 jaar werd. Mijn vader is van 1940, dus dat was dus in het jaar 1952. Toen kreeg ik voor mijn plechtige communie een Bristolfiets. En hij zegt, ik weet nog, dan moest ik die gaan kiezen in de fabriek in Mol, de kader. En dan een paar weken later mocht hij die bij de fietsenmaker in Arendonk, want ik ben afkomstig van Arendonk, mocht hij die gaan halen. En dat is een van de aanleidingen geweest om te starten met heel die Bristol-affaire. Was ik er niet geweest, dan hadden we hier vandaag niet gezeten. Omdat ik van Arendonk afkomstig ben en Rick van Steenbergen ook, dacht ik van, oh, dan moeten we toch eens gaan uitzoeken wat dat dan nu precies geweest is met die in Bristol. De familie Huismans, om te informeren of zij ermee akkoord waren dat er een boek zou verschijnen, dat bleek het geval. Maar dan, op een gegeven moment is dat stilgevallen, tot ik nog eens op een receptie of ergens de schepen Paul van Hoofd tegenkwam, die en Janna ook nog eens tegenkwam en die vroegen van hoe zit dat met die in Bristol, want daar moet toch eigenlijk wel iets mee gebeuren. Een zomerdag. In het koele huis aan de radio gekluisterd, meng ik me onweerstaanbaar in de eindsprint. Met een machtige jump gooi ik mijn stalen ros naar voren, pak de rit en ook de maillot jaune voor van Steenbergen en van Looy. Op het schavotje, de kusjuffrouwen aan mijn zij, ik word er zowaar verlegen bij. Er komt een woord kokon in voor, kokon of coco, nog liever coco. En sommigen onder ons waarschijnlijk kennen dat woord nog wel of de betekenis ervan. Coco werd gebruikt in de fabriek van Mol hier. De oven die gestookt werd door de arbeiders die zich in zweet werkten, die moesten zich kunnen verfrissen. En daarom deden ze een rood poedertje in een glas water. En dat hielp tegen de dorst. Het drinkbusje vol coco, hulpmiddelen om beter te presteren. Moedigen de renner aan. Hey Vos, volle gas jong. En Vosje doet zijn best en Bristol doet de rest. Naast fietsen verkochten zij ook landbouwmachines, wasmachines, carbuur en dergelijke meer. Tracht niet te rijden als een man wanneer je een vrouw bent. U ziet hier trouwens nog achter mij nog enkele raadgevingen die voor 1900 aan de beginnende fietser werden gegeven. Beste mensen, zou ik mogen stellen dat de gebroeders Huismans, de eigenaars van de Bristol, toch echt wel van Mol waren? Wanneer zij in 1912 hun eigen huismerk Bristol officieel deponeerden als merk bij de rechtbank, was de laatste zin made in Engeland. De fietsen werden nogthans gewoon in Mol gemaakt. In 1971 sluit geruisloos het mooie Bristol-verhaal. Meer van dit en vooral uitgebreider met leuke anekdotes en mooie foto's kunnen jullie lezen en bekijken in het boek van Rudy en mij, getiteld Op Velo Bristol. Wij gaan nu over tot de overhandiging van de eerste exemplaren van het boek Op Velo Bristol. We hebben ervoor gekozen ze te overhandigen aan twee molenaars met een bijzondere link met Bristol en ook aan een retische. Het gaat over Lisette Huismans, Alfons van Driessen en Jan Slegers. Lisette Huismans is de zus van de laatste zaakvoerder René. Alfons van Driessen was in de jaren 40 werkzaam bij Bristol. En Jan Slegers werkte tot de laatste dag van het bedrijf
bij Bristol. De retrokoers zal ook hier langs de markt passeren, want er waren verschillende historische parcours, maar ze hadden één zaak gemeenschappelijk. Ze passeerden allemaal langs de markt, langs de fietsfabriek. De grote prijs Bristol-Mol is een samenwerking tussen onze toeristische dienst en WTC de Grimberggeiten van Café Het Wasselon. Vandaag openen we dus de expo op Velo Bristol. Het is een initiatief van onze Kamer voor Heemkunde, met de steun van de erfgoedcel Kerf. De locatie hier in de Zwaan is symbolisch, op enkele meters van de voormalige fabriek. In de expo zijn verschillende oude fietsmodellen van het merk Bristol te bewonderen. Een collectie Bristol merkplaatjes wordt tentoongesteld. De typische blokketting met grote vertanding is typisch voor Bristol. Zelfs toen stonden er al motoren op de fiets. Eugène van Roosbroek ontvangt zijn gouden Olympische medaille in Londen in 1948 uit de handen van Jacques Rogge. Lisette is de 94-jarige zus van René Huismans, de zaakvoerder van Bristol. Als je mij hier mocht kiezen, welke naam je mij? Bristol. De Bristol, maar de welke? En degene hier staan? Zijn nog aan het zien wat dat er allemaal staat. Aan het zien wat dat er allemaal staat. Wat dat duister is. Ja. Vroeger kon ik er geen kopen. Zeg maar, jij wordt toch mechanieker? Word jij geen mechanieker? Ik heb alles gedaan bij de Bristol. Van begin tot einde. Om Bristol te vieren moet er gefietst worden. Daarom rijden jong en oud op echte Bristol-fietsen enkele koersen in het centrum van Mol. Start is gegeven van onze kinderrace. Geef ze een daverend applaus. Kom aan, Mol. Zet die handen op elkaar. De eerste wedstrijd van de grote prijs Bristol-Mol is vertrokken. Zwaarder en zwaarder te worden. Maar hij blijft doorgaan. Briek, laat haar gewoon niet. Het is de chouchou van Wees. Hoe je dan een valpartij in die slotmeters in de laatste rechte lijn. Hebben wij mechanicien bij ons? De soigneur komt erbij. Maar het is een rechte Vlaanderen, ja. En dus gaat hij terug op de fiets. Hij gaat die. Om een lange plaats hier binnen over de Mol. Kom maar, laat je horen, Mol. De rit voor de Bristolparade wordt georganiseerd door de wielertoeristenclub Grimberggeiten. De inschrijvingen vinden plaats in het Café Wassalon in de Corbystraat. Professioneel stad is halen voor de stad van de Bristolparade. Mol zijn we de klaar, hoor. Even naam van de vader, zal heel erg en aan. Een applausje, de zegening van de fietsen. Een hele hoop fietsen. Hier gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. En voilà, dat klinkt het hoogst professionele startschot voor de Bristol. Een daverend applaus. Nee, kom op, Mol. Handen op elkaar voor deze schitterende fietsen. Die hier 500 meter verderop allemaal gefabriceerd zijn. Made in England, zoals er vroeger bij opgeschreven stond. Schitterend om te zien.
Joris is uitgedost in de kleding van de goede oude Bristol-tijd. Zijn fiets uit de jaren 30 behoorde aan zijn grootvader. Met zijn outfit en zijn Bristol-fiets reed hij tijdens de parade in de Kijker. Dit initiatief moet volgens hem in ere gehouden worden. En deze parade is voor herhaling vatbaar. Na 10 rondes van 600 meter kan het publiek buiten het bezoek aan Expo op Velo Bristol ook hier kennis maken met de typische Bristolfiets. Van blokketting tot taxplaat. Als laatste koers van de dag komen de deelnemers aan de grote prijs Bristol-Mol het podium op. Voor hun inschrijving, presentatie, keuring en zegening. Af en toe de kettingen terug opleggen. Ja. Wij gaan door naar Erik Hazelongs uit Geel. Met hij met haar op de benen en dus komt daar de stempel Mol. Een applausje. En uw pa, die doet ook mee, die gaat achter u komen zitten dat hij eens een keer jou wil kan halen. Ja, dat gaat niet. Rudy Verstraten. Wel oudste, nee, tweede oudste denk ik, want jij bent er ook pas, hoeveel geworden? 70 jaar, dames en heren. Mol, geef daar eens een applaus voor. Op een fiets met kaderplaatje 1906. Dat is het jaar van de makelij van zijn fiets. Dus dit is een fiets van meer dan een eeuw oud. Ik wil nog even de zegening. Voilà, zo gaat er niks overkomen. Met geschoren benen, ja, bij de vrouwen mag dat. Zo, Mol, ik denk dat de wedstrijd gaat beginnen. Ben jij er klaar voor? 'Komen hier voor een pintje bier. Ja, zo gaat dat hier in de grote prijs Bristol. Een beetje allemaal aan hetzelfde niveau. Al die mannen naar Lego koersen. Ze tekenen de jurygeetjes uit richting de Corbystraat. Dus ze gaan deze keer niet langs de trom kunnen gaan. Uit Paul, een applaus voor onze winnaar van de grote prijs Bristol-Mol, Anton Ardoui! Ja, de Belgische kampioen, wie kent dat? Die begint al naast zich met een fles te schudden. De Zweedse kloppen om zijn nek. Dat krijg je als je op een boogschut van de Zweedse kloppen staat. Winnaar bent van de openingswedstrijd van het retro-koersseizoen 2018.
Ik ken ook mijn plaats met dit soort evenementen aan de kiezen. Dan gaan we eens even ruimte laten. Mol, kom aan. Iedereen hier in de Corbystraat, handen op elkaar voor het podium van de Grote Prijs Bristol. Twee. En de winnares van de Grote Prijs Bristol Mol uit Broegem, Lien Vlamings. En de tweede vrouw een geurkaars aangeboden door Botanical Gin en Tonic op het rondplein. En voor de eerste vrouw een geurkaars aangeboden door Balo Design Boutique, die hier achter ons op de corner staat, vlak achter het podium. Eerst een dag van de applaus voor de top 3 bij de vrouwen van de Grote Prijs Bristol. Wil je weten of er nog een speelbos bestaat? Dan moet je zeker eens gaan kijken aan het Ecocentrum De Goren. Achter het Ecocentrum wordt het speelbos officieel geopend. Ik hoop dat vooral onze jongsten onder ons, dankzij het initiatief van vandaag, nog meer de weg gaan vinden naar het Ecocentrum. En wat dat betreft is, denk ik, voor mij dit al een 300% geslaagd initiatief. En ik wil dat ook alle medewerkers die aan die kar getrokken hebben om dit vandaag hier mogelijk te maken, al heel hard proficiat wensen. En daarmee sluit ik af. Dankzij de goede ideeën van onze medewerkers kwamen we tot de idee om hier een speelbos te maken. Maar dit speelbos is ontworpen door 15 bosontwerpers. En dat zijn allemaal kinderen. Ik neem aan dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. En zorgen dat zo dadelijk door onze kinderburgemeester, en waar is Jente, ze staat daar toch al te wachten, dat we dadelijk hier de naam van dat bos onthullen en dat we dat hier openen, zodat iedereen kan beginnen spelen. Ja, die 15 bosbedenkers, of hoe noemde je het, die mogen eigenlijk allemaal eens recht staan en eens tot bij mij komen, hè? Natuurlijk dat. Uiteraard. Ja. Zeggen, ik wil er toch wel iets over weten. Hoe is dat eigenlijk juist gegaan? Hebben ze iets gevraagd om iets te bedenken? We moesten eerst kregen we kaartjes en we moesten een plan bedenken. En dan moesten we dat verder uitwerken met tekeningen en zo. En wat hebben zij bedacht? Dat ding om te wonen. Ah, dat ding om te wonen, ja. En hoe wordt dat bos noemen? We gaan nu zien. Dan laat het maar zien, hè? Allee, kom aan. Hop. Dit is het moment. Oh, het Kolenmollenbos. Ja, ja, dat is een applaus waard. Het Kolenmollenbos. Geweldig. En nu spreek ik vanuit mezelf. En ik kan nog zo luid en hard op dromen van projecten, maar ik heb daar een beetje ondersteuning en de nodige centjes voor nodig. En die ondersteuning hebben wij gekregen van de mensen van de jeugddienst, de milieudienst en de toeristische dienst van de gemeente Mol. Daarvoor dank. Maar ook van de mensen en onze buren hier van het Zilvermeer en het bestuur en de toeristische dienst van de provincie Antwerpen. En we zijn nog een beetje verder gegaan. We zijn te raden gegaan bij de mensen van Natuurpunt en Natuur- en Landschapszorg. En die hebben al het mogelijke gedaan voor de uiteindelijke realisatie van dit dolle molle bos. We baden ons naar weg. Door de takken. Taaiente, nog een, hup, nog een. Ja. Knip af, ja, ja. Hup. Die op jouw t-shirt het dolle molle bos staan. Hoe is men aan die naam gekomen? Ja, eerst wouden wij het eekhoorntjesbos, want hier zitten veel eekhoorntjes, denken we. Het dolle, omdat het hier dol is. En molle, omdat het een mol is. En bos, omdat het een bos is. En wat vind je nu het fijnste uit al wat hier staat in het bos? Het wandelparcours in het begin. Als je langs het ecocentrum komt, dan rechts en dan zie je een wandelparcours en dat vind ik wel het leukste. Dat is dus een aanrader voor iedereen. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hoe is men eigenlijk op het idee gekomen om dit bos te ontwikkelen?
Ja, dit is een bufferzone achter het ecocentrum en naar het natuurgebied het Buitengoor. En er is al lang het idee geopperd om hier een educatieve inrichting aan te geven. En met wat brainstormen hebben we eigenlijk gekozen om een plek er voor de kinderen aan te maken. En daarom hebben we ook natuurlijk de vraag aan de kinderen eerst gesteld. Het enige is waar we wel rekening moesten mee hebben is, zoals ik gezegd heb, het ligt voor een natuurgebied, dus we hadden wel wat voorwaarden. We moesten binnen een aantal richtlijnen blijven en zo hebben we natuurlijk ook voor gekozen om het echt op een bos met echt alleen maar boselementen te gebruiken. Is het speelmateriaal voor bepaalde kinderen bedoeld? De hoofdzakelijke doelgroep is kinderen van het lagere school, maar we hebben al gemerkt dat de iets grotere kinderen het ook hier heel leuk vinden. En de ouders ook waarschijnlijk? Ja, zeker. Hè. Ze kunnen sowieso mee wandelen en voldoende rustplaatsen waar ze ook eens even kunnen stilstaan. En als het toch genoeg is, kunnen ze naar de tuin van het ecocentrum waar een picknickzone is. Dus, voilà mensen, ik zou zeggen, maak er een hele fijne en toffe namiddag van. En bedankt om te komen. Een houtkunstenaar tovert met zijn boomzaag een adelaar uit een boomstronk. De flipperkast, gemaakt door het Technisch Instituut Sint Paulus, doet het bolletje rollen. Andere constructies volgen later nog. De evenwichtsoefening kan tot 4 personen worden uitgebreid. De zandbak voor de kinderen levert creatieve ideeën. En om dit alles te bekronen, worden we op een ijsje getrakteerd. De poolwandeling wordt ingelopen door de kinderburgemeester en krijgt al gauw navolging. Geweldig. Ja. Half mei 2018. Hoe ver staat ons nieuw zwembad? Open wervendag is het ideale moment om de rondleiding te volgen. Open wervendag en een burgerlijk bouwkundig ingenieur als gids, wat wil je nog meer? Wij nemen u vandaag mee op een rondleiding doorheen ons mooi gebouw, nieuwe zwembad voor Mol. Volgt u maar mee en dan toon ik u enkele leuke, interessante plekjes. Eigenlijk bevinden we ons nu net naast de zwembadkuip. De zwembadkuip is een betonnen kuip opgebouwd uit prefab-elementen. Momenteel hebben we de kuip gevuld met water om te kijken dat de betonnen kuip volledig waterdicht is. Want zodra het blijkt dat deze volledig waterdicht is, gaat het water er terug uit en kunnen we verder starten met het afwerken van de kuip. We hebben het peuterbad. We hebben verschillende plaatsen in de vloer waar je ziet dat er allemaal speelelementen gaan komen. En achter mij is een grote trap naar de glijbaan. De glijbaan zal boven ons hoofd een draai maken om daar tegen de gevel uit te glijden in een uitglijbak. Hier bevinden we ons aan het instructiebad. Het instructiebad is een kleiner bad met een volledig beweegbare bodem. De bodem is instelbaar van 0 cm diepte tot 2 meter diepte. Het zal specifiek gebruikt worden voor verschillende doelgroepen, voor aquallessen, etc. In samenwerking met Eandis en met het Kempens warmtebedrijf gaan wij volop de samenwerking aan om ons hier aan te sluiten op het warmtenet en daar ook onze energie voor het zwembad uit te halen. Het wedstrijdbad, 25 meter lang, 21 meter breed. Opdeelbaar in 8 wedstrijdbanen of eventueel 10 trainingsbanen van 2 meter. Het bad zelf beschikt nog over een opklapbare wand. Dit betekent dat we 2 6 volwaardige banen kunnen halen en de 2 andere banen via een opklapbare wand kunnen afsluiten met daarin ook nog een beweegbare bodem, zodat de beweegbare bodem in dat deel ook nog kan zorgen voor het aantrok van andere doelgroepen. Vanuit de horecazaak heb je vol zicht op het grote zwembad. Je hebt zicht op het buitenbad en je gaat ook een toegang hebben tot het buitenterras die mooi aansluit bij het geheel.
De grote open ruimte achter mij is bedoeld voor de volledige kleedaccommodatie. Gezinscabines, groepscabines en individuele kleedkamers en lokkers gaan hier opgesteld worden. Hier bevinden we ons achter de tribune. Deze worden nog afgesloten met een glazen borstwering, zodat er maximaal zicht en maximaal interactie is met de wedstrijd. Het gebouw vormt eigenlijk een afscheiding tussen de ligweide aan de achterzijde en de parking hier aan de voorkant. En wat we doen is dat we het gebouw doorsnijden met een plein, een publiek plein. En dat vormt ook een veranda richting het buitenbad. En daarmee maken we een soort van entreegebaar. Dan maken we eigenlijk een poortgebouw richting het buitenbad. De gevel die je ziet, die is nu, daar zit nu een wit vlies voor. Om die te gaan afwerken met een glazen gevelpanelen. We hebben ervoor gekozen om dus het hele gebouw van glas te maken. En dat doen we eigenlijk om te refereren aan het aan de locatie. Mol staat bekend om de zilverzandwinning. De glaspanelen worden in verschillende formaten horizontaal geplaatst en die worden ook onder een hoek geplaatst, zodat er ook nog dieptewerking gaat plaatsvinden en dat er een gevarieerd beeld komt in de gevel. We zijn heel tevreden met de opkomst tot nu toe, die is heel massaal. We hadden er ook een beetje op gehoopt. Het is prachtig weer. We hebben er ook heel veel moeite voor gedaan. Er zijn heel veel, echt een prachtig parcours dat we uitgestippeld hebben. Veel medewerkers die van dienst zijn vandaag om dat voor iedereen aangenaam te maken. En we hopen echt wel te tonen wat dat we kunnen vandaag. En hoe gaat uiteindelijk de cafetaria eruit zien? Wel, de cafetaria gaat eigenlijk een gezellige plaats worden om te zitten. Het gaat wat een hele mooie toog zijn. Er gaat ook een mobiel deel zijn, voor als de cafetaria gesloten is, dat we toch met een soort automatenis en een mobiel gedeelte kunnen werken. Ook een mobiel gedeelte dat we eventueel buiten op het buitenterras kunnen zetten. En binnenin gaan we het knus proberen inrichten. Een combinatie van zeteltjes, een combinatie van stoeltjes. Alles een beetje speels en een beetje ludiek, maar het mag wel gezellig zijn. Hoeveel zwembaden gaan er in totaal zijn op laatst? Hier gaan er nu, als we het buitenzwembad meetellen, gaan we 3 zwembaden hebben. Of te zeggen eigenlijk 4. We gaan het wedstrijdbad hebben. We gaan een instructiebad hebben met beweegbare bodem. Ook het wedstrijdbad trouwens heeft een deel beweegbare bodem. We gaan een peuterbadje hebben met een sprayparkje erom. En dan hebben we ook nog het buitenbad. Dus als alles af is, gaan we eigenlijk 4 plaatsen hebben, 4 zwembaden hebben. Na de rondleiding nog even napraten bij een glas op de goede vooruitzichten en de opening in maart volgend jaar. Met de campagne Helden van het Shoppingcenter zet Mol 62 handelaars in de kijker. Met deze campagnetitel zetten de handelaars van Mol Centrum hun creativiteit, innovaties en vakmanschap in de kijker en lokken hiermee wekelijks talrijke shoppers. De deelnemende handelaars halen hun kartonnen evenbeeld en promotiemateriaal op in zaal Getouw. Dus goedemorgen allemaal en heel erg welkom. Wij lanceren vandaag onze campagne Helden van het Shoppingcentrum. En eigenlijk is het niet onze campagne, het is jullie campagne. Het gaat hier niet alleen over een reclamecampagne op basis van deze borden, de mooie gidsen en de affiches, maar het gaat ook over het echt verkiezen van de held van het shoppingcentrum. En ik heb toch al van sommigen onder jullie gehoord dat er plannen gesmeed zijn om toch ook de wedstrijd te winnen. En ik zou zeggen, doe dat. Want stel dat het een van jullie klanten is die de 3150 euro aan cadeaubonnen zal winnen. Ik denk dat je die vrouw of man dan onbeschrijfelijk gelukkig gaat maken, want dat zijn toch nog altijd voor de meeste mensen enkele maandlonen. Hè? Wij presenteren vandaag ook deze prachtige gids. Ik weet niet goed hoe ik het moet noemen. Het is niet zomaar een blad. Het is echt heel mooi geworden. Zwart met gouden letters, speciaal voor jullie. Maar jullie staan er natuurlijk ook heel mooi in. Ja. Het is de bedoeling dat jullie de stapeltjes die hier liggen meenemen in jullie winkels verspreiden. Maar wij gaan natuurlijk ook verspreiden via de toeristische parken hier in Mol. Jullie weten dat we heel wat toeristen ontvangen en dat we altijd op zoek zijn naar hoe raken die mensen ook in ons handelscentrum, hoe slagen we erin om ze naar de horeca te lokken, om ze een souvenirtje vanuit Mol
te laten meenemen. En ik denk dat ik, doe dat niet snel, maar ik denk dat ik Annelies nu in het bijzonder mag vernoemen. Want zij heeft er heel veel tijd en energie in gestoken, samen met andere mensen natuurlijk. Ook de mensen die deelnemen aan de ontbijtvergaderingen voor de goede feedback en de uiteraard goede ideeën die ook daar aangeleverd worden. Dus jullie mogen dadelijk zo één voor één jullie beeld komen zoeken, eruit halen en dan natuurlijk ook eens kijken in die prachtige gidsencatalogussen. Wat is uw motivatie geweest om mee te doen? Het is een heel mooi initiatief van de gemeente, vooral van de economische dienst. En ik vind als handelaar moeten wij deelnemen aan al die projecten. Wij moeten ons winkel- en handelscentrum heel goed in de kijker zetten. Nu, een kapsalon, dat is nog belangrijker denk ik, want ze moeten u kennen. Ja, wij zijn natuurlijk een, geen verkoop. Instelling, maar wij brengen een dienst en wij moeten zien dat de mensen, zoals Mol is, pittig en attractief zijn. Want het is niet alleen de mensen van Mol, maar ook daarbuiten. Ja, ja, zeker. Wij gaan, onze klanten verspreiden zich over de Kempen. Wij hebben klanten van Mol, Palen, Dessel, Reti, Kasterlee, noem maar op. Nu de financiële kant, was dat haalbaar? Ja, dat is heel betaalbaar. Ik vind het een heel mooie actie van de gemeente. En ik ben ook heel blij dat er zoveel handelaars meedoen. Ja, het waren er 62, dacht ik. Of 63. En de prijs is €3.150 in cadeaubons. Een mooie prijs. Nu, en wie gaat die winnen, denk je? Want het is 14 juni, denk ik. Hè, de ja, ik hoop natuurlijk een klant die bij ons in de zaak komt. Maar kunnen de anderen ook. Woonzorgcentrum Ten Hove huldigt een splinternieuwe beleefwandeling in. Kom ze zelf testen. Ja. Ik weet niet dat jullie dat nog weten, maar waar dan nu ons woonzorgcentrum staat, er was vroeger een hele grote wandeltuin. Maar nu dat onze nieuwe, ons nieuw woonzorgcentrum er is, is die tuin eigenlijk weg. En nu merkten we toch dat bewoners van het woonzorgcentrum en andere mensen nog moeilijk naar buiten kwamen. Omdat ze zoiets hadden van, ja, we weten niet goed waar dat we naartoe moeten wandelen. En daarom dachten wij, we willen daar een oplossing voor bedenken. En we gaan een wandelroute organiseren. Het leek ons wel leuk om deze wandeling samen te kunnen doen met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, vrienden en familie. In de nabije toekomst is het ook de bedoeling dat de wandeling zal ondersteund worden voor personen met een visuele beperking. En dat gaan we doen door een audio-ondersteuning en de fiches gaan we ook in braille maken. Alle wandelingen starten hier aan een ingang van het woonzorgcentrum. In de toekomst gaat hier nog een bakje onderkomen waarin dat de fiches zitten van elke wandeling. Elke wandeling heeft een kleur, rood, geel of blauw. En je neemt de fiche die hoort bij je wandeling die je kan doen en daarop staat aangeduid welke rustpunten er allemaal zijn en wat je daar allemaal kan doen. Alle wandelingen eindigen ook in onze pluktuin. En onze pluktuin die eindigt in de binnentuin, in ons woonzorgcentrum en in het seizoen, maar dat is nog in volle aanleg, ga je daar aardbeidjes kunnen plukken, bessen kunnen plukken, bloemetjes kunnen plukken, een ruiker kunnen samenstellen. En daar staat ook een levensgrote vier op mijn rij met dank aan de seniorenraad die die gesponsord heeft. Hopelijk worden wandelingen gesmaakt door jong en oud en ik zou zeggen veel plezier. Om het officieel te maken zouden we nu graag onze burgemeester en onze voorzitter uitnodigen van voor om officieel ons openingsbord te openen. 1. 2, 3, tada!
Ik zou zeggen, neemt allemaal een fiche, kiest uit welke afstand je wil wandelen en begin eraan. Beweging is belangrijk voor iedereen. Zeker voor personen met een handicap en 60-plussers. Voor mensen op hoge leeftijd is dit van essentieel belang. Er is een blote voetenpad dat je voeten laat kennismaken met allerhande materialen en dat aangepast is voor rolstoelgebruikers. Amai! Ga dat dik! Een fitometer ligt ook op dit wandelparcours. En deze dame houdt er een strak tempo op na. 6, 7. Voor vandaag is er uitzonderlijk een extra rusthalte voorzien. Met een verleidelijke keuze aan versnaperingen. Hier doen we energie op voor de rest van de wandeling. Dat zijn toch geen 1000 PK-blauw? Dat is al moeilijk. Er staat er iets van op. Hier gaat een burgemeester heen. Een laatste activiteit op deze beleefwandeling is het hinkelen, dat ons uitnodigt om het ook eens te proberen. Er valt inderdaad veel te beleven op deze wandelingen rondom Ten Hoven.